Dit is echt Sportdorp. Ik ben er ook heel trots op. Echt nog een stukje origineel Rotterdam. We staan nu hier. Dat is eigenlijk naast de Singel en hierachter ligt het nu nog de parkeerplaats. En om ruimte te maken voor het nieuwe Feyenoordstadion moeten er een paar gebouwen hier naartoe geplaatst worden. Onder andere de Gamma. Ja, die gebouwen zouden enorm hoog worden, 18 meter hoog. En omdat Sportdorp toch al wat lager ligt, was best wel de angst om op te kijken tegen een muur van gebouwen. Het idee was wel dat de belangen van heel Feyenoord City en het nieuwe stadion zo groot zijn. Dat die beslissing is toch al gemaakt en die gebouwen moeten ergens heen en daar kunnen we eigenlijk weinig tegen doen. Supermarkt de Kuip is eigenlijk de buurtsupermarkt. Hier zijn de handtekeningen verzameld. Het ging uiteindelijk om 78 handtekeningen. Ja, veel meer dan we hadden verwacht. Het grootste verschil is dat we afspraken hebben gemaakt over de groenvoorzieningen en dat er dus zoveel mogelijk groen moet staan, waardoor je niet opkijkt naar een muur van gebouwen. En de gebouwen moeten nu in de gevel een bepaald materiaal hebben wat het geluid absorbeert. Uiteindelijk is het een mooi compromis. Ja, want Sportdorp is ook gebaat bij alle nieuwe ontwikkelingen en de plannen zien er super uit. We moesten alleen even kijken hoe kunnen we het zo doen dat iedereen er blij van wordt. En ik denk dat we dat nu wel hebben bereikt.